De charge is uitgedeeld. En er is een wapen van een van de collega's afgepakt. Afgaan, aansluiten, bij de ME, nu. Dit gebeurt echt natuurlijk ook. Het is altijd spannend om een schild van een ME'er vast te pakken of te proberen zijn helm voor zijn hoofd te trekken. Hard. Nu. En mee komt naar voren. Jullie hoorden net het commando charge geven. Charge betekent dat er een aanval wordt ingezet. Nou, als er dan niet wordt gereageerd op klappen, niet wordt gereageerd op charges op een linie van de ME, kan dus die waterwerper worden ingezet. De waterwerper werkt nooit alleen, het is altijd het onderdeel van de mobiele eenheid. De waterwerper heeft 8000 liter water bij zich en geeft een waterschot. Het schot gaat zo hard dat je daar een volwassen persoon mee omver blaast. Wat jullie zien is dat hij over de menigte heen blaast. Zou je werkelijk op mensen richten, dan gaan ze omver, dan wordt ze heel nat. Die waterwerper is volledig beschermd, daar kan je van alles tegenaan gooien. De dag is geraakt. Het voertuig gaat naar voren en wordt als dekking gebruikt. En weer gaat de snelheid eruit. Er wordt een vuurlijn op de verdachte gezet. Meneer wordt aangeschreeuwd. De voorste man heeft het schild. Daarachter komen zijn maatjes die links en rechts van het schild een vuurlijn op de verdachte zetten. Hij krijgt commando's. Hij is gewond. En dat gaat na de veiligheid voor de collega's en voor omstanders. Hij moet zich omdraaien. Ook dat zijn collega een vuurlijn kan blijven houden op deze verdachte. De handboei aangeslagen, handje gaat naar de rug, collega blijft aan de zijkant. Op het moment dat hij gekke dingen gaat doen, dan mag er worden geschoten. Er is sprake van vuurwapengeweld. Ondertussen wordt de gewonde collega wordt behandeld. Die wordt zo behandeld dat hij verplaatsbaar is. Zijn maatjes redden hem. Hij wordt meegesleept naar de auto. Het enige doel is nu de collega veilig evacueren. De collega moet weg en ondertussen wordt de verdachte beveiligd. Ondanks het gewicht van dit voertuig kan hij toch in 25 seconden 80 km per uur halen. Dat is het sport. Met een maximum van 125 km per uur. In eerste instantie gaat deze vuurlast van de tankwagen afhalen. De politie had een stevig spektakel aan water. Een klein beetje water kan geen kwaad. Uit het voertuig zijn de brandweermensen uit, volledig in de adembescherming.